Ik was vorige week bij het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven, waar ze IC-capaciteit verdubbeld hadden en me hadden uitgenodigd om te komen kijken. Super indrukwekkend wat er gebeurd is. En het is dus fijn dat er daar nu iets meer lucht komt. En de medewerkers, de verpleegkundigen, waren ook heel trots dat ze daartoe in staat waren, maar ze waren ook bezorgd. En het nieuws dat iemand is overleden van het Erasmus MC, het nieuws dat er iemand was overleden van 29, dat hakte erin bij mensen. Dat is wel een van de hele grote zorgen die ook in dit debat nog steeds, mevrouw Marijnis had het ook over, boven dit debat hangt. Die bescherming van de mensen die het werk doen in de zorg. Mijn vraag aan het kabinet, hoe staat het er nu voor? In exacte zin. Er is een nieuw verdeelmodel, maar hoeveel schaarste is er nu nog? Hoeveel tekort? Een tweede enorme donkere wolk is de ramp die zich voltrekt in de verpleeghuizen. We krijgen daar steeds meer zicht op en de aantallen zijn buitengewoon indrukwekkend en buitengewoon zorgwekkend. En waar op 20 maart bezoek werd verboden aan de verpleeghuizen, heeft tot gisteren geduurd voor de instructie veranderde en mensen met lichte klachten niet meer naar hun werk gingen zonder getest te worden. Een maand waarbinnen een enorme hoeveelheid besmettingen heeft plaatsgevonden. En ik vraag het kabinet hoe ze daarop terugkijken. Het OMT heeft het over de oorzaak van restrictief testbeleid en de oorzaak van te weinig persoonlijke beschermingsmiddelen. Hele zware woorden die niet van mij zijn of van Jesse Klaver die er net naar verwees, maar naar het OMT. En de vraag is dus ook, wat gaat het kabinet doen om de komende weken verdere besmetting in die verpleeghuizen tegen te gaan? En dan, voorzitter, terwijl we dus nog eigenlijk midden in die crisis zitten, moeten we gaan nadenken over wat hierna komt. En we weten inmiddels een beetje hoe dat werkt. Op zondag komen de verschillende bewindspersonen met de premier samen in het Catshuis. Op maandag praten ze met het OMT. Op dinsdag is er een ministeriële commissie met een persconferentie. En daarna praten we er hierover. Dat betekent eigenlijk dat we al heel ver moeten zijn in het nadenken wat de criteria zijn. En ik vind dat we die met z'n allen moeten weten. Ik denk dat het OMT vooral het managen van een outbreak kan, maar dat je nu ook behoefte hebt aan advies van mensen met gedragsdeskundigheid, antropologen, mensen die verstand hebben van hoe je de samenleving weer opbouwt. Dus ik vraag het kabinet of ze bereid zijn die kring van adviseurs uit te breiden. Ik vraag het kabinet ook om de adviezen van de verschillende departementen die gebruikt worden met de Kamer te delen. Want we komen nu op een punt waar de afwegingen veel meer politiek zullen worden dan puur medisch. Hoe gaan we die volgende fase in? Welke keuzes maken we daarbij? En als je dat advies leest van het OMT, dan zie je een soort vooruitblik. Basisscholen, kinderdagverblijven wel, de rest nog niet. Maar dat maakt het heel belangrijk dat het kabinet aangeeft waarop ze hun oordeel gaan baseren. Eerst moesten de scholen open blijven. Daarna, zei Slob, kunnen ze pas open na onderzoek naar de medische gevolgen van besmetting door kinderen. Nu zien we dat onderzoek nog niet komt. Dus op basis waarvan gaat het kabinet die beslissingen nemen? En in dat kader, juist omdat heel veel mensen bezorgd zijn over hun eigen gezondheid, die van geliefden, maar ook over hun bestaanszekerheid in een periode van stilstand in de economie, is het essentieel dat het kabinet helder communiceert wat ze van de samenleving verwachten. Dan begrijp ik niet zo goed dat minister Wiebes bij het binnenlopen van de bijeenkomst van de samenleving protocollen eist per economische sector, omdat je anders niet open mag. En als hij dat al eist, dan verwacht ik dat dat door de premier wordt toegelicht en dat we dat in de Kamerbrief terug tegenkomen. De anderhalve meter economie lijkt me niet een onderwerp om over te improviseren, maar een vergaande verandering die je daarmee van sectoren verwacht, die moet worden onderbouwd. En ik vraag of het kabinet ook bereid is alternatieven voor die anderhalve meter economie in beeld te brengen. Bijvoorbeeld, het is niet voor niets verschillende keren aan de orde geweest, gebruik maken van mondkapjes. En daar zie je dat tot nu toe, of het nodig is en nuttig is, te veel door de war wordt gehaald met of het mogelijk is en of er schaarste is. Daardoor mis je kansen om niet alleen mensen te beschermen, maar ook mensen te helpen in het terugwinnen van hun bestaanszekerheid.